en Marleen. Overal veel duiven spreken we zo over met jullie kolonie. Ik speel ongeveer met 100 oude duiven. Mm-hmm. En ik kweek voor mijn eigen duiven voor het spelen ongeveer een 300 jongen. Ja, ja. En wat is zo'n beetje uw geliefd gekozen spelonderdeel? Duivinnen. Met de vinnen spelen? Ja, omdat je die wekelijks kunt spelen. Ja, ja. Worden die op nest? Starten op nest of direct op wederschap starten? Ja. Die worden begin mei ongeveer een week gekoppeld. Ja, ja. En ze mogen eigenlijk niet liggen. Ja. Oké, okay, gewoon niet liggen. Een tiental dagen bij elkaar blijven. Die weken dat wij ze alle dagen gaan oplaten, worden ze gekoppeld. En als ze aankomen, mogen ze direct verder op. Ja, dat doet de partij voor te motiveren. Ja. Hoe selecteerde jij je duiven? Als je zegt van oké, okay, we spelen met de jonge duiven, spelen met jaarlingen, spelen met oude. Hoe streng is de selectie hier? Bij de doffers, ik speel ongeveer mijn 20 doffers en die worden heel erg geselecteerd. Mm-hmm. Met de duivinnen mogen als jonge duif allemaal blijven. Allemaal blijven, ja. Mm-hmm. Ja, sowieso. Ja, want het is dan ook, de een is gepaard, de ander is niet gepaard. Ja. Dus daardoor dat u ook zegt van oké, die komen dan op het hok. Ja. En de mand, hè? De mand selecteert ook al. Ja. Dat is een beste keur erin. Op 29-10 zien we de veiling starten op Dream Pigeons. Zijn er bijzonderheden die je ons wilt vertellen welke duiven dat er aangeboden worden? In de veiling komen veel de elfje tussen, dat is de 11e National Aasduif, die vliegt 5 maal top. 47e nationaal en ook heel veel Olympiadelijn van de 306. Van de 306, zo'n beetje de twee basislijnen hier op het waar hok. Wij, en op een andere heel goed sowieso, zowel hier in Turnhout als wereldwijd al mensen. Ja, we krijgen meer en meer feedback van Elfje, dat die echt wel goede nazaten geeft en de 306 lijn ook. Ja. Ja, dus dat vinden wij heel tof. Ja, ja, zeker en vast. Ja. Oké, okay, we kijken er dan uit naar de veiling. Ja. Oké, okay, bedankt. Dank je.